think it's time to... Vaste gebruikers van de John F. Kennedy-laan hebben het de afgelopen weken al gemerkt. Het is kermis in Eindhoven. Park Hilaria, een mooie naam voor de ruim 100 attracties, zal de bezoekers zich 6 dagen lang laten amuseren. De bezoekersaantallen van een kermis hangen nauw samen met het weer. Vandaag had Park Hilaria in ieder geval een goede dag. De zon scheen en de mensen genoten. Al kan een enkele attractie nog wel eens voor een minder prettig gevoel zorgen. Ik zag jou je haar al helemaal goed doen. Ja. Ging het een beetje daarboven? Nee, het was echt vervelend. Doe maar iets anders waar je ervan had gedacht. Ja, we hebben net gegeten, dus echt misselijk. Gaat u nog een beetje gokken hier op de kermis? Nee, ik kom alleen maar even kijken. Het is eigenlijk net zo leuk hoor, mensen kijken. Ja. Misschien nog wat eten? Een stukje vis eten. Inktvisringen bijvoorbeeld. Schiet een beetje op. Niet echt. Hoeveel heb je er al ingegooid? Weet ik niet. Ja, dit is nog wat ik dan... Daar zit al een muntje in, 500 punten. Ja. Wat wil jij hebben hier? Want hangt hier van alles? Weet ik niet. Mooi knuffelbeertje? Misschien. Tilburg is net geweest, hè? Ja, klopt. Ja. Vind je het vergelijkbaar met Tilburg of niet? Helemaal niet. Ik bedoel, ja, Tilburg is zo groot en zo druk. Ja. Dit is wel gezelliger, zeg maar, omdat het kleiner is, maar... Tilburg is gewoon, ja, gewoon huge. Het is gewoon echt niet normaal. Ja, Tilburg was de roze maandag, hè? Alle homo's. Dus dan zie je niet of het nou homo is of een hetero. Dus ja, daar valt wel tegen op camp. Maar dat leeft wel meer. Ja, dat wel. In de eerste wagon, kijk, zitten ze allebei in. Ze hebben toch wel ook iets angstigers, hè? Nee, die hebben nergens schrik voor, was het maar. Ik had liever dat ze ergens schrik van hadden, maar dat hebben ze niet. Dus u bent zo'n oma die ze meetrekken ja. In... Oma gaat ook mee. Ja. Oma gaat straks ook mee naar disco, hè. Ja. Oma zit erop te wachten. Kom eens aan. Bent u nou ook zo iemand die spaart bijvoorbeeld voor Park Hilaria? Nee, niet echt. Daar ben ik niet voor. En hoeveel geld geeft u nou uit als u hier naartoe gaat? 10 euro of zo. Try to keep...